Dat is op zich een vrolijke jongen. Het is een lieve jongen. Als eenmaal het woord autist valt, dan is het meteen een stempel. Terwijl, ja, het heel divers is wat die kinderen allemaal voor verschillen hebben. Als ze zaten te voetballen op het schoolplein, dan zag hij wel mensen heen en weer lopen, naar links en naar rechts, maar dat er ook nog een doelstelling was om een bal in het doel te schieten, dat was niet echt tot hem doorgedrongen op dat moment. Weet je wel? Maar iedereen liep en iedereen rende, dus laat ik me meedoen. Betekent ook dat hij af en toe heel vaak overkomt als een dromer. Ik moet ten eerste goed plannen. Onverwachte gebeurtenissen doen het niet goed. Hij is ook iemand die vaak grote dingen niet kan overzien. Iets als een kamer opruimen of zo. Dat gaat niet. Je kan hoogstens vragen, leg die pen weg. En daarna leg het boekje weg. Als je dan heel veel moet doen op een dag, een zaterdag of zo, waarbij het hele huis al moet gebeuren, dan, weet je wel, dan wil ik hem nog wel zijn gang laten gaan. Dan hoeft hij misschien iets heel kleins te doen. Maar als dat dan niet gebeurd is, dan denk ik, ga het nou doen. Weet je wel, dan ben ik echt wel boos. Nadeel is alleen dat ik dan, als ik niks daaraan toevoeg, 2 uur later op een kamer kom waar iemand nog zit zoals die zat toen ik die opmerking had geplaatst. Maar ik heb daarvan ook over mezelf geleerd, want ik herken ook best wel wat van die eigenschappen bij mezelf. Dus hij heeft mij wel geleerd om van verschillende kanten een probleem te bekijken. Terwijl ik vroeger altijd dacht van, nou, dit is de oplossing, klaar. Het kost extra veel tijd en extra veel aandacht om hem te leren structureren. En dat is best lastig. En je moet natuurlijk ook af en toe ook huiswerk maken. En dan kom je meteen in zo'n conflict waarin een autist vrij rechtlijnig denkt. Op school leer ik, thuis speel ik. Punt. Hij zit nu echt nog in zijn hoofd van, waarom heb ik dat nodig? Waarom moet ik nu naar school? Wat heb ik er nou voor nodig? Laat me dan maar gewoon, geef me alleen maar 100% computerles. Weet je wel? En voor de rest niks. Ik zie hem alleen een probleem in dat hij in situaties komt waar hij, laten we zeggen, onhandig of niet begrijpt wat daar precies voor emoties spelen op dat moment. Waardoor hij daarbij spreken conflict situaties krijgt. Dus je kan heel lief zijn voor die ander. Je kan alles doen voor die anderen. Maar om daadwerkelijk te voelen wat iemand anders voelt, dat is echt heel ingewikkeld. Hij kan intens genieten. Het lijkt wel alsof hij echt puur dan met dat ene onderwerp bezig is. Terwijl als ik ergens van geniet, dan schieten er ook nog 100 andere dingen door mijn kop. Dus dat heeft dan ook weer een positieve kant.